Wat is mijn ring? Nee. Kokerring. Zaken. Dat ook dit nu ons appartement is. Wat zeggen mannen met een grote lul wel? Wees, wat zeggen die? Wat zegt die wel eens? Oh, wat... Oh, hij is gek, hè? Oh. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vanochtend ben ik wakker geworden met echt fucking veel last aan mijn rug. En mijn vader die doet elke ochtend via YouTube zo'n soort van stretch oefening. Want hij heeft ook heel vaak last van zijn rug. Maar ik ga dat denk ik ook gewoon nu, vanaf nu, doen als ik tijd heb. Want ja, het is echt zo, het doet zoveel pijn, joh. Ik heb altijd een probleem met mijn onderrug gehad. Want ik ben, dat was trouwens mijn eerste video, ben ik ooit gevallen met snowboarden. En sindsdien heb ik altijd een beetje rugklachten gehad. Schiet helemaal vast. Dus ik ga de dag even goed beginnen met wat stretchen. En dan daarna ga ik richting de Zuidas. Want ik heb afgesproken met Noah Zeeuw. Ik weet niet of jullie die kennen. Maar dan gaan we gewoon eventjes hebben een meeting over een campagne die hij ook moet doen. En ik ook toevallig. Dus we gaan daar eventjes over brainstormen. Maar eerst even stretchen. Ugh. En zoals ik jullie vorige keer in de vorige vlog heb beloofd. Is er vandaag iets speciaals? Want Ruben en ik hebben gisteren getekend voor iets heel erg leuks. En jullie hebben het al in de thumbnail gezien. Maar wij hebben een appartement erbij. En het appartement is letterlijk deze ramen nog. En ik ga jullie straks alles laten zien. De hele binnenkant. En wat we van plan zijn ermee te gaan doen. Maar het is super chic. En ja, we hebben echt heel veel geluk gehad dat we het uiteindelijk hebben kunnen krijgen, ook nog die. Maar goed, ik ga het straks allemaal laten zien, maar we hebben er leuke plannen mee en het wordt, ja, het is gewoon hartstikke nice. Huh? The fuck? Hey. Hey. Dit hebben wij nog nooit gehad. Duif op het balkon. Hey, gek. Hallo. Wat gaan ze doen? Ze waren hier eens aan het oppikken of zo. Grappig. We hebben serieus nog nooit vogels op het balkon gehad, wat? Wat dan het geluid allemaal, joh. Maar goed, wat had het laatst nog over? Dat we nog nooit een vogel op het balkon hebben gehad. Of dat er nog een vogel hier op het randje is gaan zitten. En we dachten dat het eigenlijk door Willem kwam, omdat Willem gewoon een vogelverschrikker is. Alleen, blijkbaar komen er wel duiven. Ik stap nu de auto in, maar ik ga dus nu richting de Zuidas. En vorige keer dat ik had geparkeerd op de Zuidas, was heel mijn auto ingeslagen. En was mijn laptop meegenomen. Maar gelukkig heb ik nu ook mijn laptop mee, maar neem ik die gewoon mee naar waar ik naartoe ga. We gaan dan volgens mij naar de Breakfast Club. Bij de Zuidas. Ik weet niet of ik dat goed zei. Maar nee, ik weet niet. Ik heb het echt totaal niet meer met de Zuidas. Helemaal die garage, de Q-Park bij de Malerplein, volgens mij heet dat. Daar was toen mijn auto ingeslagen. En een week daarna was er weer een auto ingeslagen van een vriend van ons. De week daarna weer. Dus ik weet niet. Ik vind het echt heel vervelend om hem daar neer te zetten. Maar goed, het is even niet anders. Want er is geen andere parkeerplaats daar. Dus ja, het is niet anders. Maar deze keer mogen ze hem inslaan. Want ik heb er toch nooit iets in zitten eigenlijk. Dus ja, als je hem openslaat, dan heb je alleen maar troep. Hey, jij ook hier? Ja. Wat lekker, man. Wat toevallig. Hey. Nee, neem ruim. Lekker vriend. Lekker vriend. Hey. Wat gezellig, hè. Zitten we opeens zo samen aan een tafeltje zo. Ja, dan spelen we normaal gesproken altijd lekker bij Crazy FC. En eigenlijk, we kennen al jaren en dan voor het eerste, nu pas onze eerste date. Oh, ik... Ach. Leuk. Nee. Ja, dit is een aanzoek, jongen. Dit is, nee. Ik pas hem niet eens. Ik heb dikke vingers. Nou, gaat nog best aardig. Nou, leuk. Ja, leuk man. Noah en ik zijn officieel getrouwd. Wat is mijn ring? Nee. Kokerring. Zaken. Zeg jij nou, maat? Nee, zaken gaan slecht, jongens. Ik kan geen ring betalen. Dus. Nee? Nee. Nou, jongens, zonder grap en gerollen. We hebben net even lekker gepraat en we gaan even wat eten. Want ik heb nog steeds niet gegeten. En het is 1 uur. Ik ken niemand beter. Nee? Heel slecht, hè? Ja, weet ik. Dan gaat zeker s'avonds weer snaaien. Nee, dat laat ik nog een beetje achterwege. Ja? Ja, kom wel goed. Okay, nou, jongens, lekker eten. Ik sta nu voor de deur bij ons nieuwe appartement. En dit is op precies dezelfde verdieping. En het is letterlijk naast ons. Daar gaan we. De deur gaat weer dicht. En moet je eens eventjes kijken, jongens. Er ligt al gewoon een vloer in. Dit is niet normaal. En ik maak echt geen grap als ik zeg dat ook dit nu ons appartement is. Dat is toch bizar? Het is echt, er staat nog helemaal niks, maar er lag gelukkig al een vloer in. En we hadden de mogelijkheid om dit er nog bij te huren. En we dachten van, dit is perfect. Dit is gewoon perfect. We zijn natuurlijk met z'n drieën en we komen niks tekort qua ruimte. Alleen, ja, dit was gewoon een heel mooi aanbod. En het was toevallig nog vrij. Maar kijk hoe grappig. Daar is het hier, daar waar die schoenen, hier, daar is mijn bed. Hier, letterlijk, dit is ons appartement.
En nu hebben we dus hier ook een balkon met dit uitzicht. En je kijkt net eventjes weer wat anders. Ik vind dit ook een heel dik uitzicht. En kijk, nou, je hebt natuurlijk hier gewoon nog een keuken. Het is een ander soort woonkamer, een hele andere indeling. Maar als je bij deze kant kijkt, heb je daar in de verte de Zuidas. Maar jongens, dit is toch niet normaal? Dit is gewoon ons nieuwe appartement. Nou, trouwens niet ons nieuwe, ja wel iets nieuws, maar ook gewoon een extra appartement. Maar goed, ik ga het even een beetje laten zien. Hier heb je nog een hele badkamer erbij. Dus als we logees hebben en zo, dan kunnen die gewoon hier. Want wat we ook een beetje gaan doen, we willen hier een dinges gaan maken, een slaapkamer erbij. Voor de logees, dus gewoon een logeerkamer. We gaan hier gewoon een bed neerzetten en gewoon, ja, gewoon even standaard spullen. Zodat als iemand hier slaapt, dat het gewoon naar zijn zin heeft. Waar ze zin heeft. Maar goed, hier een toiletje, helemaal prima. En hier hebben we nog een kamer. Kijk, en deze is ook groot. En hier ligt al van dat heerlijke vloertapijt. Lekker tapijtje, heerlijk. Vloerbedekking. Maar goed, wat we hier gaan doen, of nou, wat ik hier ga doen, is ik ga hier mijn bureau neerzetten, ik ga hier de box ophangen en ik ga hier zeg maar muziek maken. Omdat, ja, bij ons in huis, zeg maar, Willem die slaapt een kamer naast. Dus als ik bijvoorbeeld muziek wil maken nog wat later, dan kan ik net niet voluit zingen of ik kan net niet hard genoeg de boxen doen. Maar hier kan ik lekker doen wat ik wil, want hier gaat niemand slapen, zeg maar, in de avond, behalve als er een logeer is. En wat ook lekker is, jongens, zoals jullie zagen in de vorige vlog, hebben we echt super veel Fanta en Coca-Cola gekregen. Maar dat kunnen we natuurlijk nu allemaal lekker in onze extra koelkast doen hier. Nou, helemaal perfect, joh. Jongens, ik ben hier zo blij mee. Ik ben zo blij dat het ook gewoon mogelijk is. En ja, dit is een droom, jongens. Dit is ideaal. Maar goed, jongens, dat zijn dus een beetje de plannen die we hier willen gaan doen. We willen ook nog misschien een pingpongtafel hier neerzetten, een bank met ook nog een tv waar we kunnen gamen of zo. Gewoon een soort van hele grote mancave maken. Ik ga eventjes de deur dicht doen en dan ga ik weer naar onze eigen. Want hier is in principe nog helemaal niks te zoeken. Want ja, er staat nog helemaal niks. Dus we gaan weer weg. Ik heb het eventjes niet gefilmd. Want het was best wel een klusje. Maar kijk eens even. Ik heb hier mijn bureau staan met mijn boxen. Ja, dit is wel echt heel dik. Perfect. Kijk dan hoe ziek. Ik heb hier gewoon, kijk hoeveel ruimte. Ik kan hier gewoon heel mijn studio gaan maken. Ja, kan ik hier ook een bank zetten? Ja, kan ik hier bank neerzetten. En het is best goed klein dicht al met dit. Ja, het galmt nog wel heel erg. Maar ik heb ook nog van die akoestische platen. Maar kijk jongens, dit is ook natuurlijk ook lekker. Dat je gewoon lekker zo naar de Zuidas kijkt. Heerlijk veel licht hier in de kamer. Lekker hoor. Ik denk, hier wel een beetje muziek aan maken, of niet dan? Zo hé. Hey, we hebben een lading. Oh. Hey, dit is ineens de helft, hè? Dit is niet eens een kwart. Jezus. Jongens, moet je eens kijken hoe satisfying dit eruit ziet. Dit is wel echt lekker hoor. Hi. Hey. Kom binnen. Hey, zo, je hebt een goed gefixt. Ja, dat heb ik snel gedaan, hè? Heel snel gedaan. Goed, hè? Ja, hè? Lekker, hè? Oh, ik word hier wel vrolijk van. Ja, Vic, het is toch fucking chill dat we gewoon hier gewoon kunnen chillen. Ja. Dat we gewoon nog een plek hebben. Maar Wim, kijk dit, Wim. Dit ga je leuk vinden. Doe jij maar even deze koelkast open, jongeman. Jezus. Ja. Dit is lekker, hè? Ja, dit is fucking chill. Dit is echt heel goed. Oh. Een hele goede morgen, jongens. Ik ga lekker een koffietje zetten. Oh, ik ben goed wakker geworden vandaag, jongens. Ik liep de woonkamer binnen en ik dacht opeens van, hey, waar de fuck is iedereen? Maar Willem is weer naar stage en Ruben die is bij Amber. Dus ik ben weer alleen thuis. Ik ben de laatste tijd voor mijn gevoel best wel vaker alleen thuis. En ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. Het is best wel gewoon, ja, lekker rustig. Dus ik ga zo lekker mijn koffietje drinken op het balkon. Dan ga ik eventjes lekker naar de FOMAR. En dan ga ik even naar de FOMAR een broodje halen met avocado, kipfilet en een eitje. Zo, goed dagje vandaag, jongens. Lekker. Zoals jullie net zagen, heb ik gisteren mijn studio zeg maar verplaatst naar het andere appartement. Alleen het geluid in die kamer is nog super slecht. Het galmt heel hard. Ik moet even van die absorberende platen kopen, van die akoestische platen. Echt van die goede, weet je, van die stoffen dingen. Die ik dan op kan hangen, want anders dan heeft het heel weinig zin om daar muziek te gaan maken. Maar goed, dat zien we later allemaal wel. Eerst ga ik eventjes, wat ik net zei, eventjes lekker ontbijten en dan ga ik kijken wat de dag mij vandaag gaat brengen. Oké, jongens, de plannen zijn gewijzigd. Ik ga niet meer richting de FOMAR om een broodje te halen, maar ik ga richting Rotterdam, want ik ga richting Chio. Oh, jongens, als je vanuit Amstelveen komt, dan ga je over de A2 en dan op een gegeven moment moet je eraf. En dan ga je ongeveer een uur door het platteland. Gewoon allemaal dit soort, 80 weggetjes, zeg maar.
En je kan er wat, misschien wat minder hard, maar het voordeel wel is... Je hebt een mooie omgeving waar je heen rijdt, jongens. Ik ben helemaal aan het genieten van het lekkere weer en het gras en het groenige en het gelige daar. Fantastisch, hè, jongens. Maar goed, we zijn er bijna. Ik heb een leuke vraag voor je. Oh. Wat zeggen mannen met een grote lul wel? Wees, wat zeggen die? Wat zegt die wel eens? Dat weet ik veel. Ja, dat weet je niet, hè? Ja. Begint hij wel echt heel erg dik te worden, maat? Ja, hè? Ja, wel echt vet. Dik begint te worden. Ja, ja. Ik ga naar huis. Nou, jongen, ga jij er maar uit. Ja, ga eruit. Opzij. Gio, Gio. Hey, Gio, Gio. Hey, Gio. Gio, Gio. Ja! Gio! Oh, ik had zo scheidhekel. Waarom moet je dat zo roepen? Ja, ja. Weet ik ook niet. Zo, jongens, dit zijn wel echt hele grote. Zo, jezus, ik kom helemaal achter het gebouw vandaan. Lijp, jongens, lijp. Dat lijkt me nog wel echt wel eens een keer leuk om op een cruiseschip te gaan. Maar ik weet niet zeker. Ik weet niet of ik daar zo'n persoon voor ben. Ik weet het niet. Jongens, dit is wel echt het nadeel van door het platteland rijden, door de polder. Alleen maar vieze vliegjes op je lampen en op je rap. En op mijn raam ook. Ik kan niet eens op mijn raam mee kijken, joh. Jongens, het is best wel druk hier nu op de parkeerplaats. En ik zag dat Gio er aankwam. En ik stond, er was nog maar één plekje vrij. Dus ik ging op die plek staan. En toen kwam er zo'n vrouw en die wilde achteruit. Daar rijdt ze. Ja, daar rijden ze. Ja, het was best wel lullig. Maar ik bleef gewoon staan. En ze ging dus achteruit. Dus ze kwam bijna tegen mijn benen aan. Ik zei zo, ja. Ik wees zo naar de Gio-auto die net ook kwam aanrijden. Die vrouw reed door en toen ging jij gelijk erin. Oh, wat zijn we. Wat klopt er altijd hier? Want kijk, als dat is gedaan, liggen er nog twee cruisecapers. Nou, ja, dan is helemaal afgezet. Ja, hier, ik kan je dit allemaal niet gebruiken. Ja, bizar. Ik denk van ja, waarom niet? Wat zijn we eigenlijk lullig? Nee, fucking mooi dit. Ja. Nou jongens, even een koppetje drinken. Ik vraag wel af wat jij nu ziet. Ja, het is wel lijf. Vincent Treijenhout is nieuwe lens. Yes. Het is wel dik. Goeie content. Ik heb een nieuwe lens erbij en hij is fucking dik. Jullie zagen het net ook al, die kleine shirtjes die ik had gemaakt, is met deze lens gemaakt. Ik weet niet wat het is, maar spullen kopen voor je camera is echt fucking leuk. Omdat je dan altijd gewoon, ja, je ziet het altijd terug wat je natuurlijk ervoor hebt gekocht. Gewoon vettere beelden, dus ik ben er blij mee. Het stomme is, je komt hier dan altijd eigenlijk gewoon... Eigenlijk kom ik hier voor jou omdat jij iets nodig had. En dan loop ik zelf ook weer weg met een fucking dikke lens. Jij hebt meer uitgegeven dan ik, hè. Ja, maar dit is gewoon omdat ik zeg maar gewoon echt van dingen filmen hou. En dan, ja, dan is het gewoon zo leuk om daar geld uit te geven. Een soort van hobby eigenlijk. Hetzelfde als auto's. Als je het leuk vindt, dan... Al mijn dingen bij elkaar zijn zeg maar de helft van wat jij uitgeeft. Wat heb jij voor die GoPro betaald dan? 500 of zo. Ik heb in totaal 800 euro, ben ik kwijt. Jij bent 1300 kwijt. Oh. Statische video's is echt fucking mooi. Ja, maar ook voor bewegend, denk ik wel. Ja, dit is tering mooi. Ik ben nu aan het filmen. Ja, maar kijk, het wordt lastig als je veel gaat bewegen, want dan heeft hij de hele tijd iets aan. Ja, maar kijk, ook zo. Kijk, nu heb ik hem bijvoorbeeld normaal. Dit is Jade. Ingezoomd. Maar zo is hij ook gewoon chill. Ja. Oh ja, ik weet niet hoe het eruit ziet, maar... Zoals jullie zagen, kan je gewoon veel vettere shots maken met deze lens. En dit is ook gewoon gefilmd met die lens. En je kan er dus ook gewoon mee vloggen. Dit is gewoon een meer all-around lens. En ja, ik vind het hartstikke dik. Dus deze ga ik alsnog ook heel veel gebruiken. Maar deze ga ik misschien ook wel heel veel gebruiken. Want ik vind hem dik. Oh, Sniffel, ben je toch prachtig. Sniffel, ben je toch een lekker ding. Zo, ik zit weer in de auto, want ik ga lekker naar huis. Want vanavond om 9 uur gaan we met z'n vieren midget golfen met Ruud, Amber en met Ella. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Dus lekker richting huis. Ik heb iets gedaan waar ik niet helemaal trots op ben. Maar het kon eventjes niet anders. Ik ben naar de McDonald's geweest. Ja. Ik dacht, ik zeg het gewoon even. Maar goed, ik ben bijna thuis. Nou, wat gezellig. Zo, dat zie je wel inderdaad. Veel tassen. Zoals ik net al zei, gaan wij vanavond midget golfen met z'n vieren. Gezellig op een dubbel date. We gaan op een dubbel date. Woehoe! Oké, jongens en meisjes, we zitten nu in de auto van mijn oma. Ik vind het zo gezellig. We zien dat we alle op de stap gaan. Lekker knus, mag je in. Nou, deze is leuk. Zomer, kom je uit. We gaan midget golfen, jongens. Glow in the dark. En heb ik nou net een glow in the dark shirt aan?
Zo. Waanzinnig. En dat ik, toen ik deze kocht, wist ik niet eens dat de glow in the dark was. Terwijl heel dat de vlek op zaten. Ja. Achteraf wel, maar zeg maar, nu heb ik het tenminste. Nu heb ik het tenminste. Waar moeten we heen? En hij glow in the dark. Nu is het gold. Oh jongens, wat spannend. Wat ver, dit is heel eng. Ja, we hebben één 3D-modelling erbij gedaan, maar... Leuk. Eerst waar die gaat, die kost weer een euro. Ik ben benieuwd of dit... Oh kijk, ze is hier te geven. Ja, je wordt dan helemaal hier. Je wordt helemaal geel, joh. Ik heb mijn glow the dark shirt aan. Hey, wie gaat er denk je winnen? Wie gaat winnen? Jij gaat winnen? Oké, Ella, wie denk jij dat te gaan winnen? Ella. Ella, Ruby, denk jij? Ella gaat winnen. Oké, nou dan denk ik ook dat Ella. Maar als ze nu niet wint, hè? Oh. Dan, ja. Ja, dan heb je een probleem. Alle druk op Ella. Waar is het hol? Ja, godver je bril. Het hol. Hey, waar is het beginnen? Jij hebt aanwijzing waar de hol zit? Ja. Nee. Ah. Doorheen gaan. Let op, Dinkie, hè? Oh, erin! Nee, hij ligt daar. Daar ga je, El. Ja. Oh. Nou, oké, okay. Gaat best goed. Dan ga je, Ruud. Ella, nogmaals proberen. Ella! Ik ga nu wel tussendoor, ik ga even weer spannen. Ja, goed. Ziet er niet goed, maar kijk dan. Laat zien, Amber, jij het ook. Oh. Nee, bij Amber krijg je van die hier een groene gloed om zich heen. Waarom wie, man? Wat een gekke geit. Kijk even naar zijn ogen. Vanaf dit ding. Nee, vanaf hier. Ja, oh. Only one. Only one en de andere baan. Ja. Dat was hem weer, jongens. Hoppie. Hoppa. Ik wilde zeggen hoppa. Clubje neergezet. Dat was hem. En nu gaan we kijken wie er heeft gewonnen. Ruben, jij hebt de uitslag. Oké, okay, laten, ja. Laten we van 4. Nee, gaan we van 1 naar. Gaan we beginnen. Oké. Okay. Met wie is met. Begin je met. 67 slagen. Wie is dat? Ik denk Ella. Ik denk Ella. Okay. Ella heeft nou 67 slagen. Woe. En erbij zegt dat de baan een paar in de 5 was. Dus een 51 slagen zou ik moeten doen. Oké. Ja, waar staat het op? Ja, maar. Maar wat? Nee. Maar wat? Nee, niks. Oké, okay, dan hebben we met 53 slagen. Amber. Amber. Gaat dus ons, hè? Wat denk jij? Ik denk dat jij net 2 puntjes minder hebt dan mij. Je hebt precies gelijk. Echt? Ja. Wat dan? Nou, jij hebt 50. Ja? En ik heb 48. Huh? Ja. Was ziek. Dus jij hebt gewonnen? Ik heb gewonnen. Gefeliciteerd, Flapstaart. Dan heb jij verloren, helaas. En Ruud, jij? Gefeliciteerd Flapstaart. Oh jongens, we zijn weer lekker thuis. Maar ik ga lekker mijn bedje in, dus ik zie jullie morgen. En morgen gaan we naar een festival, Amsterdamse Bond. Dus ik weet niet of ik heel veel ga filmen, maar ik ga zoals altijd als ik ergens naar een festival ga of een feestje, ga ik met mijn telefoon filmen. Dus ik zie jullie morgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Jongen. Ruben die kwam in mijn kamer binnenlopen en die vroeg, hey, ga je mee sporten? Dus ik ga mee sporten. Ik ga eventjes douchen. Maar eerst wil ik weten of het lekker weer is buiten. Want we gaan natuurlijk naar een festival vanmiddag. Dit kan. Het is prima. Oh jongens, ik heb weer mijn nieuwe lens erop gedaan. Maar Ruben heeft net een lekker ontbijtje gehaald. Ruben, ben je toch een toppertje? Wat heb je allemaal gehaald voor jezelf? Salm. Ja. Beetje kipfilet, avocado, eindpersla voor jou. Helemaal goed. Lekker, hè? Helemaal goed. Zoals ik gisteren heb verteld, wij gaan vandaag naar Amsterdamse Bond, naar een festival. Samen met Joris, Ruup, Alexander en misschien dat Ella en Amber nog later komen, dat weten we nog niet. Maar goed, we gaan eerst eventjes lekker sporten, saunaatje in, helemaal lekker fit worden. Helemaal fris en fruitig worden, zodat we vandaag kunnen knallen, Ruup. Want vanavond moeten we misschien ook nog uit. Misschien, ik moet sowieso. Jij moet sowieso? Ja. Mm. En jij ook? Moet ik ook? Ja, ook. Ben ik verplicht? Ja, moet mee. We gaan naar de sportschool. Maar eerst gaan we eventjes afval wegbrengen. Maar ik ga een keertje vloggen met mijn lens erop. Dus even vandaag nu dat we naar de sportschool gaan en zo, neem ik eventjes mijn nieuwe lens mee. Kijk hoe het bevalt. Kijk ook met dit, zeg maar, dit beeld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, zeg maar. Vinden jullie het nice, zeg maar, deze angle en deze, ja, hoe dichtbij ik nu ben? Of willen jullie liever een groothoeklens? Laat maar eventjes weten in de comments. Ik vind deze lens ook wel hard. Maar misschien is die voor vloggen niet heel handig. Maar gewoon voor andere vette beelden is hij wel dik. Nou jongens, daar zitten we dan. We beginnen eventjes rustig. Beetje fietsen.
Ruben gaat bank drukken en daarna ga ik eventjes mijn buik doen en mijn armen. En dan gaan we sauna in. Want we gaan natuurlijk niet te veel doen, want straks gaan we naar een festival. En nu ga ik mijn buik trainen, jongens. Doe het eraf. Die jongen is gewoon niks aan het doen, joh. Hey, liggen. laat jij maar eens even zien wat je kan. Oh, wat een krachtpatser, hè. Een big flexer ben jij, hè? Ik ga mijn tricep doen en dan ga ik een saunaatje. Ik wil ook nog mijn bicep doen. Wil je mijn bicep doen? Jawel, en daarna een klein beetje, klein beetje. Oké. Wat ik wel merk met deze camera is dat hij het best wel lastig vindt. Als ik aan het vloggen ben op 24 mm, vindt hij het lastig om de hele tijd op mijn gezicht te focussen. Dat is wel echt een nadeel. Dus nu voor het vloggen is die andere lens beter, maar voor vettere shots is deze weer beter. Dus ik denk dat ik gewoon heel erg ga afwisselen met gewoon van lens. Nou jongens, dat was hem weer. Het sporten en lekker de sauna in. Ruup, ik moet zeggen, ik ben topfit om weer lekker te gaan zuipen op een festival. Ja, heerlijk hè? Godzidori. Nou jongens, we gaan nu eventjes naar huis. En dan gaan we even omkleden en dan gaan we richting Joris. En vanaf de volgende beelden film ik met mijn telefoon. Dus let's go. Ik heb gisteren trouwens met de camera van Gio en dan deze lens erop. Heb ik hele vette beelden gemaakt van zijn Ferrari en van Sniff & Sneeze. Dus het lijkt net zo'n soort van videoclip van Sniff & Sneeze op de Ferrari. Maar ga het maar even checken. Ga het maar even checken. Op Gio's kanaal staat dat. Het is best wel dik. Het lijkt echt een soort van videoclip met deze lens. Echt hard. Ik besef me trouwens net dat ik net zei van vanaf de volgende shot is alles op mijn telefoon. Maar vervolgens heb ik nog gewoon met deze camera gefilmd. Dus de shots zijn nog niet vanaf mijn telefoon. Want dan zouden het wel echt hele goede shots zijn. Ze zijn nog steeds vanaf de camera. Maar Ruben die heeft dus nog niet mijn studio gezien die ik echt maar in het andere appartement heb gemaakt. Dus Ru, let's go. Ik ga het jou laten zien. Shoot man. Ga maar eens even kijken jongeman. Wow, dat zijn mooie stands. Ja, is wel dik hè? Ja, wat chill. Ja, het is echt, op die stands is het veel beter, want het zit dichter, zeg maar, dichter bij mijn oor. Alleen het enige kutte nu is hier, het galmt heel erg. Wacht, ik ga hem eventjes aanzetten. Dus zeg maar, kijk, bijvoorbeeld de basnoten, de hoge noten hoor je wel, maar de bas, dat is echt niet normaal. Dat is echt heel gek. Nou jongens, hij is er weer af hoor. Ik heb weer gewoon eventjes mijn normale vloglens. En wat wel lekker is, als ik hem zo hou, dan weet ik gewoon 100% zeker dat ik in beeld ben. Dus dit is altijd gewoon top. Maar goed, vanaf nu wel echt telefoonbeelden. En ik kan niet beloven of het er veel zijn, maar de vlog is al heel erg lang. Dus misschien zijn het er maar een paar, maar let's go. Hallo. Hey. Hallo. Leuk dat je kijkt. Ik vind het E35. Nee joh. Dat weet je niet. Hij rijdt mijn auto gewoon joh, hey. Gek. Lul man. Hij is niet van jou hoor. Nee, hij is niet van jou. Nou jongens, we zijn nu gezellig bij Joris en we gaan straks naar Amsterdam Verbond. Gewoon hier ook. Sorry, we zijn bij Joris en Alexander. Pardon. Alexander. Sorry. Mannen, jezus, joh, hey. Ja, leuk man. Niet normaal. Nou jongens, daar zijn we, Olympisch Stadion. Oh, wat. Hij is gek, hè? Oh, hij is gek. Wat een leuk vijfje, zeg. Ja, hij moet nou. Ik ben nu in het andere appartement, want ik ga straks editen in de kamer hiernaast. En zeg maar mijn studio nu. Maar goed, ik ga hier de video afsluiten. Dus vond je dit nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.